Hoe gaat het met u? Ja, gezien de omstandigheden niet zo goed, denk ik. We zijn hier vandaag toch wel om onze boosheid en onze bezorgdheid te uiten. We zijn hier om eigenlijk alle partijen en bewegingen te steunen in hun verzet. Allee, we willen tonen dat het genoeg is. Ik sta hier in de eerste plaats als bezorgde burger, maar ook wel als student maatschappelijk werk, ja, sociaal werk. U bent student maatschappelijk werk. Waarom heeft u voor die studies gekozen? Ja, ik wil mensen helpen. Ik wil mensen helpen om tot hun rechten te komen, om hun plaats in de maatschappij op te eisen. Om iedereen zijn levenskwaliteit te optimaliseren. En in wat voor een sector wilt u later terechtkomen? Goh, ik denk er zijn heel veel interessante sectoren. Ik zie mezelf zeker wel werken binnen de bijzondere jeugdzorg of het justitieel welzijnswerk. Dus. En hoe denkt u dat die sector er gaat uitzien met de huidige plannen? Ja, ik kom mijn hart er een beetje voor vast. Zeker als je nu ziet dat het Forensisch Psychiatrisch Centrum al getenderd geweest is. Het stond onlangs nog in de krant met dat er toch wel heel weinig personeel is, dat er ook andere problemen zijn. Ik ben wel bezorgd voor de toekomst van zowel wij sociaal werkers, maar zeker de toekomst van onze cliënten. Hè.